De Nationale Partij van Suriname, NPS, onder leiding van Gregory Rusland, heeft gisteren een lezing en discussieavond gehouden over het onderwijs in Suriname. Het thema van de lezing en discussieavond was: onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van Suriname. Partijvoorzitter Rusland is van mening dat het onderwijs vooral van belang is voor jongeren en dat daarom gewaakt moet worden over de kwaliteit. Naar zijn mening gaat het steeds bergafwaarts met het onderwijs in Suriname. De lezing werd verzorgd door onderwijskundige, tevens ex-minister van Buitenlandse Zaken, Marie Levens. Volgens Levens kan de kwaliteit van het onderwijs pas gegarandeerd zijn als de overheid op de eerste plaats kiest om te investeren in de leerkracht. Dat hebben landen als Duitsland, Nederland, Finland en Noorwegen ook gedaan, zegt Levens. Feit is, Duitsland, Finland en Noorwegen en andere landen, die maken gewoon een bewuste keus. Ze willen bepaalde ontwikkelingsdoelen bereiken en dat doe je niet zonder kader. Je moet het kader opleiden. De return of investment is bij deze investering het hoogst, vinden die landen die nu in de top 10 van de wereld prijken. Maar dat geldt alleen als je ook de top 10 leerkrachten hebt. Als je de beste van het beste tot leerkracht maakt en dus eerst zwaar investeert in je leerkrachten. Van je leerkrachten eist dat ze blijven studeren, dat ze een leven lang doorstuderen, zoals iedereen dat hoort te doen. En als je dat niet doet, raak je je bevoegdheid om les te geven kwijt. Dat gebeurt daar in die top 10 landen. Maar wat er ook gebeurt, is een leerkracht heeft de best betaalde job van het land. Levens haalde in haar lezing ook aan dat veel jongens het onderwijs vroegtijdig verlaten omdat het systeem weinig mogelijkheden biedt om creatief bezig te zijn. Het gevolg hiervan is dat er veel meer meisjes dan jongens naar school gaan. En dit is een typisch kenmerk van het Caribisch gebied, zegt ze. Levens is echter positief gestemd over de toekomst van het Surinaams onderwijs. Onze huidige samenleving die verlangt dat mensen die het goede uit het verleden wensen te koesteren, bijvoorbeeld de waarden, de normen van oma, eerlijk delen, geen egoïsme, niet stelen, kwaliteit leveren. Die dingen moeten we vasthouden. We moeten ze vasthouden. Maar onze samenleving hunkert tegelijkertijd ook naar mensen die de durf hebben om datgene wat onze ontwikkeling tegenhoudt ook los te laten. En het vernieuwend denken een kans te geven. En met een creatieve, kritische geest problemen op te lossen. Problemen niet te laten liggen voor een ander, maar direct ingrijpen en oplossen. Gezamenlijk oplossen in partnerschap om het nieuwe te kunnen bouwen voor iedereen en niet slechts voor een deel van de bevolking. Onderwijskundige en ex-minister van Buitenlandse Zaken Marie Levens gisteren bij de lezing en discussieavond van de Nationale Partij Suriname. De partij is van mening dat de overheid meer moet investeren in de kwaliteit van het onderwijs.